Hallo allemaal, vandaag ben ik terug voor Klein Design in het Nederlands met een Halloween kaart. En hier is die dan. Vier zwarte katten met Halloween. Ha, hoe kan het ook anders? Ik wil even ook meteen deze tip laten zien. De T-ruler wil altijd een beetje kantelen op dun papier. Maar als je een kleine snijmat hebt, of een stukje hout wat recht is, kun je hem daar tegenaan leggen. Wat het makkelijker maakt om je katten stands te positioneren. Ik gebruik er twee trouwens. Die zijn even groot. Eén is de Peking Cat. En de andere is de Peking Frog van Simon System. Maar wat je hebt kun je gebruiken. Ze zijn dicht. Dus een beetje moeilijk. Maar ik wil toch mijn katten allerlei kanten op laten kijken. Dus het maakt niet zo heel veel uit. En je kan de gaatjes gebruiken om te zien waar de ogen zitten. En in eerste instantie had ik er één gemaakt met één stans. En probeerde ik het recht te doen. In het midden, alle randjes hetzelfde. En ik weet niet waar die gebleven is, anders zou ik hem laten zien. Ik heb hem niet meer. Maar nu gebruik ik dus twee. En daardoor kan je makkelijker zien of hij even redig geplaatst is, zou ik maar zeggen. Je kan deze ook gebruiken trouwens, wil je niet weggooien. En dan kan je witte katten maken. Als je hem zo plakt. Ik zal het even laten zien. Ik doe het niet hoor. Want ik ben in Halloween stemming. Ik moet eigenlijk een spookmuziekje doen. En ga ik even opzoeken. Nu doe ik de frog. Natuurlijk links waar ik al gestand heb. Ik zorg dat mijn kaart ook recht is. Hè? Want anders heeft het hele tierroeler geen zin. En de stans is net iets anders. Maar de maat is hetzelfde. Dus je kan ongeveer zien waar die moet zijn. En dit kun je met allerlei merken doen wat je hebt natuurlijk. Ik vond het moeilijk om er vier keer te stansen. En hem dan ook nog eens recht. De ene was hoger dan de andere was meer naar links dan de andere. En nu zijn ze mooi. Ik heb daar wel een foto van gemaakt. Ik zal die aan het einde van de video laten zien. Dan kun je misschien het verschil zien. Maar dit vond ik eigenlijk wel een uitvinding van mezelf. Je moet hem vier keer stansen en dat is lastig. Ik neem aan dat niemand vier dezelfde stansen koopt. Ze zijn een tientje per stuk, dus ik niet in ieder geval. Dit is een beetje gepriegel, maar ik zeg met deze tip van de T-ruler aan die snijmat werkt prima. Eigenlijk beter dan aan de kaart. Dan gaat het altijd een beetje super, zeker als die onderaan geen vlees meer heeft of geen kaart meer heeft om tegenaan te steunen. En nu kijk ik even of ze alle twee recht zijn. Zie ik, zoek ongeveer waar die erin wil vallen. Omdat het, ja, de vorm is natuurlijk niet hetzelfde. Maar goed, het maakt niet uit. Ik geloof dat het wel goed is zo. Dus, nou niet meer. Je moet hem wel aandrukken als je dat doet. Dan moet ik even opnieuw doen. Geeft niet. Twee plakbandjes, misschien plakt hij niet meer zo goed. En ik wil natuurlijk zeker weten dat het goed gaat. Zie, dat werkt echt prima. Goed, nu heb ik zwarte katten. En ik zag dat hij iets kleiner was als mijn kaartbasis. Dus daar snij ik een beetje bij. Hij is ook wat korter, maar dat doe ik straks. Als ik hem opgeplakt heb, dan weet ik zeker waar ik moet snijden. Zie. Het ligt aan de zwarte kaart hoor. Goed. Om het niet uit te laten zetten. Dat wit steekt natuurlijk onwijs af. Je zou een zwarte dubbele kaart kunnen nemen. Maar dan wordt het inkblenden weer een beetje lastig. En ik wil de stressoxide aanbrengen in verschillende kleuren. In Halloween tinten. Maar ik wil niet dat je dat ziet van de ene raampje naar het andere. Dus ik doe alles aftapen en daarna de potlood een beetje uit
gummen. Het hoeft niet, want het is oxide en het is niet transparant. En dan ja, gebruik ik twee kleuren voor elk raampje, zodat je een ombre effect krijgt. En welke kleuren je gebruikt is aan jou natuurlijk. Ik gebruik hier geel en een beetje oranje. Maar ja, wat je hebt. Ik heb groen, want dat vond ik. En een paars is echt Halloween. Blauw, ja, weet ik niet. Maar ja, ik moest toch vier raampjes hebben. Dus ik ga de muziek even aanzetten. En nou ja, verder doe ik niks bijzonders. De Halloween stans ik uit van de snijmallen Halloween en Sint Maarten set. Met groen en paars. Met sticker, een dubbelzijdig tape erachter. En dit vleermuisje heb ik gestanst van plakvilt. Daardoor heeft hij haar. En dat zou je met een zwart ook kunnen doen van de katten. Maar zoveel had ik niet. Dus die is gewoon zwart karton. Ik weet ook niet of Halloween er dan nog op blijft plakken. Dus dan moet je maar even uitproberen. In ieder geval bedankt voor het kijken. Ik zie jullie volgende week weer. Tot dan. Doei.